Oui, j'aime cette banque. J'y suis depuis des années. J'y reste. S'il vous plaît, rejoignez-moi parce que Acebank is een nieuwe speler op de Belgische financiële markt. Wij gaan met de lancering van Acebank in België een kleine revolutie veroorzaken in de bankwereld, omdat wij resoluut kiezen voor investeringsvrijheid en transparantie. Wij laten ons niet gijzelen door politiek correct denken. Wij gaan waar een bank echt voor moet gaan. Rendement voor de klant. Op dit moment voeren we een voorbereidend marktonderzoek uit om na te gaan of de Belgische klant klaar is voor de revolutionaire aanpak van Acebank. It's gonna be you who's gonna decide and compose what you want. Bent u tevreden over het rendement dat je op je spaarrekening en zo krijgt? Chez nous, le début de la fortune c'est 1 euro. Acebank kan een hoog rendement garanderen aan de klant, omdat we niet terugdeinzen voor investeringen in sectoren zoals defensie, mijnbouw en olie. Integendeel, Acebank is erin gespecialiseerd. Dans les industries pétrolières, nous choisissons bien évidemment les industries qui sont implantées dans des pays où les normes environnementales sont pas aussi strictes que chez nous. Autrement, je veux dire, on fait pas de profit. So oil is a very profitable investment fund. We also have a free labor fund. It is een fonds die eigenlijk had. Wij kiezen voor specifieke bedrijven die heel veel winst maken uit de feit dat ze eigenlijk in lage loonlanden werken. All the best economic advisors are saying go to the growing economies, go to where the wages are low. And that's how you cut your costs and how you make more profit. We moeten niet vergelijken met hier natuurlijk. Daar hebben ze niet al die structuren, geen vakbonden en zo. Dat is daar niet. Maar wat dat ook interessant maakt voor die bedrijven om naar daar te gaan. Ou à la limite, on peut faire travailler des enfants qui rapportent rien du tout, mais qui rapportent beaucoup d'argent dans nos comptes. Door te investeren in zo'n bedrijf kunnen wij aan onze klanten veel meer winst opbrengen. If that isn't maybe one of your things, you're not really going, oh, that's my thing. Maybe we have weapons. Weapons are the second biggest industry in the world. It's the second most profitable industry. Because war is a reality. Weapons, dat is meer en meer nodig in de wereld. Er is meer en meer angst. Mensen, ja, er zijn meer en meer oorlogen. Het is gewoon de realiteit. Mensen gaan elkaar blijven neerknallen. Dat is gewoon de realiteit. On essaie de respecter un certain équilibre parce qu'on investit dans une société qui s'appelle Lockheed Martin, qui produit des armes, qui est la plus grande industrie d'armement dans le monde. C'est les guerres propres, là, chirurgicales. Chirurgicales, non. Qui fournit de l'armement en Irak. Et on investit en parallèle dans une société qui s'appelle Halliburton, qui reconstruit les immeubles civils après la guerre en Irak. Donc, pratique, mais non, mais voilà. Après, ou pendant, parce que comme ça, peut-être qu'il y a une chance qu'ils soient de nouveau redétruits et on reconstruit. Si tu commences à avoir un gros cœur, t'auras pas de thunes. Ben voilà, on fait pas de sentiments. Il n'y a pas de sentiments, c'est la thune et après les sentiments. Oui. Alors, oui, les armes. Si on rentre dans le romantisme, on s'en sort pas. Quoi. Nous, c'est business is business, make money. Le reste, on s'en fout. Si les hommes politiques veulent faire de l'humanitaire, ils le font. Mais quelque part, entre nous, est-ce qu'on fait pas de l'humanitaire quand on permet à un enfant de 10 ans de travailler, de rapporter de l'argent chez lui? Enfin, je sais pas, hein, mais... La philosophie de la banque est de tirer le plus d'argent possible et d'offrir le meilleur rendement au client. C'est une basis-philosophie, gewoon ça. C'est une bonne chose. Moi, je trouve ça génial. De ace-klant is de betutteling beu. Het is een kritische geest die zich niet laat intimideren door politiek correct denken. Oui, je crois bien que ce bank est quelque chose pour moi. Die 6,66% die spreekt me wel aan. Zo, alleen de manier hoe ze eraan komen, ja. Ja, de producten zijn misschien niet altijd ethisch gezien wat ik in mijn achterhoofd heb, maar misschien ben ik te idealistisch. Ik ben echt gechoqueerd, hè, maar ik moet er echt over nadenken. Want, ik vind het echt voor mij niet verantwoord van mijn geld te investeren in producten die eigenlijk niks... niets bijbrengen aan de... Wat is er verkeerd aan de folder? Is het niet goed opgesteld? Nee, nee. De inhoud van wat jullie doen. Ja, de inhoud. Wat is er verkeerd met de inhoud? De reden voor hun succes is eenvoudig, meisjes. Arbeidsters werken er dag en nacht aan hun lage kost.
Ja. Ja, maar dat moet ook een beetje relativeren. Die mensen zitten in die situatie daar. Hè. Dus dat is niet dezelfde situatie als hier. Als die niet werken bijvoorbeeld, dan komen die op straat terecht of zo. Dus die zijn eigenlijk bijna gewoon om bijna te werken. Ja, dus laten we maar profiteren van hen. Dat is toch echt niet oké? Okay. Mario, wij houden ons niet bezig met politiek. Daar verdient een bank niet voor ons. Hetgeen wij gewoon doen, is je geld laten renderen. En dat is voor u uiteindelijk de beste. Ten koste van alles. Allee, geld ten koste van alles. Ten koste, maar daar zitten we weer op het vlak van politiek. Daar mengen wij ons niet in. Je veux dire, ça peut paraître surprenant qu'on vous parle directement franchement, mais chez S-Bank, on est transparent, on dit tout. Mais je ne viendrai pas chez S-Bank, non. Parce que, enfin, je sais pas. C'est trop... Peut-être les autres font la même chose, mais c'est tellement cash que je me sentirais hyper coupable. Dus je vindt dat niet te sens weer echt uit zijn. Jouw eigen bank, weet jij waarin zij dat geld investeren? Ja. Dus ja, misschien doen ze ook wel een wapens. Ja. Tuurlijk. Ze doen het allemaal. Ja. Ze doen het allemaal, maar ze gaan dat dan een beetje meer verdoezelen en daar andere dingen tussen zetten, zodat het minder opvalt en zodat het minder rendeert. Inderdaad, wij kiezen voor bepaalde investeringen die voor onze klant gegarandeerd een hogere opbrengst opbrengen. Ik kan dit echt niet snappen. Ik dacht echt dat het een parodie was. Allee, om zo te laten zien van kijk, dat is wat er gebeurt met je bank. Ja. En dat zou niet mogen gebeuren, maar het is echt... In een bepaald opzicht kan u het ook zo bekijken, want wij zijn inderdaad wel voor die volledige transparantie. Zou jij graag hebben dat je bank je informeert over dat soort, over de soort beleggingen? Ja, dus zoals wij dat overnemen. En hoe? Ja, we vragen dat ook omdat wij ook willen experimenteren met webcams in de bedrijven waarin wij investeren. Dat jij via computer kan zien van, ah, daar zit mijn geld. Ze zijn goed bezig. Dat zijn experimenten.